Welkom bij Westerhaas Next Top Model 2010. Hartelijk welkom bij Westerhaas Next Top Model. Alweer de vijfde aflevering. We zijn vandaag te gast bij spuitbedrijf Aaldrink. En die is net als Schepers Touring Car vandaag een van onze hoofdsponsoren. Er is weer van alles gebeurd in de afgelopen tijd. Ook al hebben de meiden vorige week geen fotoshoot gemaakt, ze hebben beslist niet stilgezeten. Ze hebben meegedaan aan de zeskamp op Koninginnedag door weer en wind. Wat een bikkels zijn er toch, die meiden. En niet te vergeten, afgelopen woensdag hebben ze nog een extra workshop gehad van Marcus van Teylingen. Heel bekend van Dancing with the Stars. De dames zien er ook vandaag weer spetterend uit. Natuurlijk gekapt door kapsalon Smelt. En de visagie door Trendline. En natuurlijk weer prima gekleed door Dogger Fashion. Maar voordat we aan de shoot gaan beginnen, neem ik u eerst toch even mee naar afgelopen woensdag. Naar de workshop bij Marcus van Teylingen. Kijkt u even mee? Ja, maar dat is lastig. Maar uiteindelijk vraagt de fotograaf ook, graag blijf staan. En weer naar voren. Ja, en naar achter. Oké, dus ik denk dat we eens omhoog. Je blijft op. Ook die lijf eruit krijgen, ja. Hoppa. En op, andere kant. Ja. Oké. Dus kijk, en dan zie je gelijk wie heeft de benen, wie heeft geen benen. Dus je kan eigenlijk, op het moment als jij hier staat, kan je deze hart ook even optillen. Dat je altijd een vorm hebt in je benen. Dus maak eens een vorm. Dus ga anders met je rechterbeen ietsje op. Zet allemaal omdraaien. Ja. Dus je duwt je enkel. De, ja. Kijk, nou krijg je gelijk vorm in benen. Dat zit en in voeten. Dit gevoel, maar kijk, nou ben je terecht. Dit gevoel en dan meer draaien met je poten. Ja. Wat zien jullie er spectaculair uit, al die kleuren. Hoe lang hebben jullie wel niet in de kapsalon gezeten? Een half uurtje. Half uurtje? Ja. Dat valt reuze mee dus. En dat is allemaal echt haar? Allemaal nep. Het ziet er echt geweldig uit. En leuke kleren aan, hè? Mooie felle kleurtjes. Past wel bij het bedrijf waar we vandaag zijn. Heb je enig idee waar we zijn? Ja, gewoon bij Aaldrink. En wat is dat voor bedrijf? Een spuitbedrijf. Oké, nou ja, jullie kleuren en kleurtjes zal het niet liggen in ieder geval. Dankjewel. Schepers Tours uit Westerhaar, een van de sponsoren van deze fotoshoot van Westerhaars Next Top Model. Bert, ik las op internet dat jullie bedrijf al is gestart in 1928, klopt dat? Inderdaad, in 1928 is het eigenlijk een beetje begonnen. Sinds 1931 staat het bedrijf geregistreerd bij de Kamer van Koophandel als zijnde touringcarbedrijf. Ja, en sinds die tijd verzorgen wij eigenlijk personenvervoer door heel Europa en in de breedste zin van het woord ook. Je zegt in heel Europa, maar dat betekent dus niet alleen dagtochtjes, maar ook complete reizen. Wij verzorgen inderdaad complete reizen, meerdaagse groepsreizen gaat het dan om. En die verzorgen wij van A tot Z, dat wil zeggen van de eerste koffiestop tot en met het afscheidsdiner en alles wat ertussen zit. Hoe groot is jullie bussenpark?
Het wagenpark bestaat momenteel uit 8 grote touringcars, waarvan er momenteel dus 1 achter ons staat, een 22 persoons touringcar en nog een 9-tal of een 10-tal kleine touringcars. En daarmee verzorgen we eigenlijk contractvervoer in opdracht van de gemeente Twente onder andere naar de diverse scholen, speciaal onderwijs en verschillende dagverblijven in Almelo en Enschede. Oké. Eigenlijk voor deze shoot, we hebben natuurlijk topmodels hier, hè? Hebben jullie ook een VIP-bus? Nou, en we kunnen ze wel dusdanig inrichten en voorzien van tafeltjes dat er min of meer een VIP-opstelling ontstaat. Dat is inderdaad mogelijk. Oké. Hartelijk bedankt en leuk dat jullie meedoen vandaag. Eens een keer wat anders, denk ik, dan op de bus zitten. Ja, we vinden het natuurlijk hartstikke geweldig. We vinden het een leuk initiatief en we vinden het dan ook bijzonder fijn om daar een steentje aan bij te dragen op deze manier. Dankjewel. Even een gesprek met Gerrit Aaldring van het Spuit- en Moffelbedrijf. Wat is eigenlijk moffelen? Spuiten en moffelen. Moffelen is eigenlijk op temperatuur brengen van materialen wat eerst gepoederkoord wordt. Het is eigenlijk, de naam is eigenlijk min of meer een beetje veranderd in Aaldring poederkoording. Oké, want ik heb even op internet gekeken, maar daar stond dus nog inderdaad Spuit- en Moffelbedrijf. Je zegt poederkoording, is dat geen gevaarlijke stof dan om mee te werken? Nee, juist het poederkoording is juist geen gevaarlijke stof meer. Het is allemaal lood- en cadmiumvrij. Het is steeds milieuvriendelijker geworden. Dat is beter dan de natlak wat we vroeger gebruikten, zeg maar. En jullie zijn een heel specialistisch bedrijf. Zijn er meerdere bedrijven in Nederland? Nou, in Nederland behoren we wel tot de top 3. Nou, dat is best uniek dus eigenlijk voor deze regio. Voor Westerhaar is dit een heel mooi iets eigenlijk. En daar zijn we ook trots op om echt Westerhaarder te zijn. En hier in deze plaats ons bedrijf uit mogen oefenen. En kan alles nou in elke kleur gespoten worden of gekoot worden, moet ik zeggen? Alles kan eigenlijk wel in de meeste kleuren gekoord worden, zelfs op aanvraag. Maar zoals het vroeger was met lak, zodat je lak kon mengen, dat kan met poeder niet. Maar er is dus wel heel veel mogelijk, begrijp ik. Nou hebben we vanmiddag hier een shoot van Westerhaas Next Top Model. En nou zie ik aan de kleurtjes die zij allemaal in de haren hebben en de kleding die ze dragen van... Nou, dat zijn wel hele mooie felle kleurtjes. Als je nou eens even zo kijkt, zijn die kleurtjes hier ook mogelijk? Die kleuren die zijn hier wel mogelijk. Ik heb al even gekeken en die kleuren zitten. Er zijn allemaal internationale kleuren. En er zijn bijna internationale dames nu. Ja, inderdaad, daar heb je gelijk. In de shoot wordt hier vanmiddag gemaakt in een hele bijzondere omgeving. Dat zijn ze nog niet gewend. Is voor jullie ook even wennen, denk ik, op zo'n vrijdagmiddag? Ja, dat is voor ons ook wennen. Dat is voor ons natuurlijk niet iedere vrijdagmiddag dat we zo'n fotoshoot hebben. Dat komt zelden voor. Goed, fijn dat jullie hier aan mee willen werken. Dankjewel. Mooi door, ja. Josien, even met jou terugkijken naar Koninginnedag. Toen hebben jullie meegedaan aan Zeskamp. Hoe was dat? Ja, het was hartstikke leuk. Ja, allemaal verschillende spellen en iedereen moest elkaar steunen en supporten, zeg maar. Dus dat was wel echt een teamsport, ja. Maar het was echt bagger weer, hè? Ja, dat klopt. Maar ja, dan moet je tegen kunnen. Nou, de echte mentaliteit van een model. Lisanne, afgelopen week vrij onverwachts een workshop weer kunnen volgen van Marcus van Teilingen. Hoe ging dat? Ja, wel goed. Ja, wel aardig veel tips meegekregen ook. Ja. Dus daar gaan jullie vandaag behoorlijk wat mee doen, begrijp ik? Ja, dat hoop ik van wel. Ja, het was heel veel looptraining, dus ja, dat kun je nou niet echt toepassen. Maar wel heel veel poses, hoe je leuk kunt staan, echt als model. Dus dat was wel heel erg handig. Jullie werden gebeld opeens van, hebben jullie zin in zo'n workshop? Ja, de avond van tevoren. En moesten we gewoon toezeggen eigenlijk. En hadden jullie geen andere plannen voor Bevrijdingsdag? Ja, eigenlijk wel. Maar ja, dan moet je maar over wat zij zetten, hè? Alles voor dit. Kijk, de ware spirit. Dankjewel en succes.
Max Schepers hier. Wij zitten even gezellig hier te kijken naar een aantal topmodellen die tegen jullie bussen aanstaan. Dat is toch wel wat anders dan een normale vrijdagmiddag, denk ik. Ja, dat denk ik ook wel. Vrijdagmiddag is normaal schoonmaken, jongens. Maar ja, nog vrijdagmorgen alles afschonen voor de dames. Kijk aan. En hoe vind je dit? Dat is leuk. Ik werd even de spul opgegeven in de eerste instantie. Ik denk, ach, zou ik met doen? Ja, we doen toch met. Het is toch mooi. Ja, is toch geweldig, ook voor Westerhaar. Ja, zeker, beter regel. Ja, zeker, daar hoort erbij. Want we zitten al 80 jaar op Westerhaar, dus ja. Oké, dankjewel. Niek, dit zijn wel weer hele bijzondere omstandigheden voor een shoot. Ja, geweldig. Dus dit keer werkt het weer zelfs mee. Dus bij een busreis lukt het. De hobby van elk model is wachten. Ah, pauze, stel terug. Heb je een half uur? Nee, op zich zou je denken met die grote bussen en die felle kleurtjes, daar drink je strak blauwe lucht bij. Maar als je straks de beelden ziet, ik heb mijn eigen zonnetje hier aanwezig. En dan werkt juist die hele heftige donkere lucht werkt perfect. Zeker in combi met die hele heftige kleding. Dus, We zijn heel erg benieuwd. Succes! Nikki, jij hebt ook meegedaan aan de zeskamp op Koninginnedag. Hoe vond jij dat? Ja, ik vond het superleuk. Ja, het was heel gezellig. Het was leuk om te doen, hè? Maar het was een beetje koud. Ja, heel veel regen en zo. Ja. En dan zag ik de volgende dag in Tubantia een waanzinnige grote foto van jou. Heb je die ook gezien? Ja, dat klopt. Ja. Dan een ander soort foto dan ze hier maken, hè? Door Nikki Ehrens. Die maakt toch wel iets mooiere foto's, of niet? Ja, dan is alles helemaal mooi, de kleren en zo. En daar zwind je in de regen. Een hele mooie grote broek had je aan. Ja, dat klopt. Moest ik tennisbal invangen. Oké, maar jullie hebben wel heel veel plezier gehad met elkaar. Ja, was heel leuk. Dat is ook heel belangrijk. Hè? Dankjewel. Rosita, het is toch werkelijk ongelooflijk. De vorige keer zag ik je met een heel groot schild en nu zit je weer met een windmachine. Ja, inderdaad. Ik raak van alle markten thuis op deze manier. Niek, die weet wel zijn hulpjes te vinden, of niet? Ja, we proberen het maar. Hè. En de wind doet het werk. Dus wat dat betreft lukt het wel. Maar het is wel grappig om een beetje kennis te maken met het vak wat dat betreft. Okay. Ook als hulpje dan. Hè? Nou, dat gaat je prima aan volgens mij. Dank je. Sjoukje, de meiden zijn ook vandaag weer gekleed door Dogger Fashion. Ze zien er werkelijk fantastisch uit. Ja, leuk hè? Mooi fleurig, hartstikke leuk. Allemaal felle kleurtjes, past ook een beetje bij de sponsor van vandaag, denk ik. Aalderink, die een spuitbedrijf heeft met allerlei kleurtjes. Hoe kiezen jullie dit eigenlijk uit? Doe je dat samen met iemand? Dat doe ik samen met de dames van de organisatie, met Margreet en met Miranda. Ja, daar kijken we even naar. Gerrit doet eigenlijk het meeste. Gerrit die haalt de spullen op en wij zoeken er bij elkaar. Dat is die man die nooit in beeld wil, hè? Ja, dat is de man achter de schermen. Oké, maar dat komt dan nog wel. Beloof hem dat maar vast. Dankjewel. Helemaal goed. Bedankt. U komt ook even kijken naar Westerhaas Next Topmodel. Ja, ik zie het al. Het is behoorlijk vol zo. U bent nogal een beetje verbaasd, begrijp ik. Ja, inderdaad. Ja, want ik kom zo in één grand. Ik wist hier helemaal nergens vanaf. Maar dat ziet er toch allemaal heel goed uit, dacht ik? Dat dacht ik wel, ja. Dankjewel.
Gerrit, hier wordt de volgende fotoshoot gemaakt. Waar staan we hier eigenlijk in? We staan hier in een spuitcabine waar lengtes van 6 servermeter gemaakt kunnen worden. En dat is redelijk uniek, want normaal gaan de meeste installaties tot aan 5 meter. Volgens mij kan Niek Erens hier een prachtige fotoshoot maken. De meiden zien er goed uit. Dit ziet er allemaal prima uit. Dat moet helemaal lukken. Dankjewel. Kim, jullie gaan zometeen een spuitcabine in. Dat is toch wel eens even weer heel wat anders dan een tractor of een bus. Ja, dat is zeker weer wat anders. Ja. Nou, maar jullie zien al er zo mooi uit met die prachtige kleuren. Dus jullie hebben dat eigenlijk helemaal niet nodig, hè? Nee, klopt. We zijn er mooi vrolijk. Dankjewel en veel succes. Niek, je eerste shoot zit erop. Dat was buiten. Hoe ging dat? Ja, ging wel redelijk. Ja, was hartstikke leuk. Ja. Heb jij nog wat gehad aan de tips die je hebt gekregen van Marcus van Teylingen? Ja, we hebben heel veel aan gehad. Ja. Jullie maken wel van alles mee op deze manier, hè? Ja, we komen overal. Hartstikke leuk, toch? Ja. Het is ook leuk om te zien hoeveel plezier die alle meiden erin hebben. Echt super top. Antoinette, jij hebt ook meegedaan op Koninginnedag. Ik heb jou zien zitten op die stier. Hoe ging dat? Nou, het was wel heel leuk om erop te zitten, maar de volgende dag merkte ik het goed, want ik had echt spierpijn. Maar je bent niet ziek geworden, want je hebt in de regen daar gestaan en allerlei spelletjes gedaan? Nee, verder niet ziek of zo, maar wel de volgende dag echt goed last van de spieren. Zeg, en deze week hebben jullie een workshop gehad van Marcus van Teylingen. Hoe ging dat voor jou? Nou, hij heeft heel veel voorgedaan, heel veel uitgelegd hoe je goede poses aan kunt nemen, hoe je goed loopt, hoe je goed kunt staan. Dus ik denk dat we daar wel heel veel aan hebben gehad. Nou, dus dat zien we terug op de foto's. Ja, dat hoop ik wel. Heel veel succes, Antoinette. Oké, dankjewel. Even tijd voor mij, René. Je duikt wel een beetje weg, maar dat is eigenlijk niet de bedoeling. Wij worden nu gefilmd door Gerald, maar ik zie jou ook telkens met de camera. Worden die beelden nu gemixt of hoe werkt dat eigenlijk? Nee, deze beelden die op deze camera zitten zijn echt alleen voor de livestreaming op internet. Dus mensen die nu kijken... mensen die nu kijken via internet, die kunnen ons volgen. Ja, via Westra Digitaal. Links in het menu zit een knopje live video en dan kun je... alles volgen wat hier nu gebeurt. En heb jij enig idee hoeveel mensen hier naar kijken? Is dat te achterhalen? Nee, helaas. Nee, durf ik niet te zeggen. Nee. Maar gezien het dataverkeer wat betrekken, zijn het aardig wat. Nou, heel veel succes. Ja, dankjewel. Heb ik eindelijk de man in beeld die nooit in beeld wil. Hoe vind je het gaan? Ik vind het hartstikke leuk. Ik vind de promotie van Westra, dat sowieso, wat gewoon heel goed is. En wat af en toe ook moet. En nou, helemaal nu in dit 125 jaar bestaan, nu past het er helemaal natuurlijk mooi in. Dus ja, ik vol of. De meiden zien er echt geweldig uit, hè? Met een prachtige kleuren vandaag. Is dat een hele puzzel om het bij elkaar te zoeken? Ja, het is niet altijd heel makkelijk, zeg maar, om het zo even, en vooral omdat je ook een aantal, maar in het begin was het eigenlijk nog even iets moeilijker, omdat je toen eigenlijk met 12 modellen, nou, dan wordt het nu eigenlijk elke keer een klein stukje makkelijker natuurlijk, dus jawel, maar het is allemaal goed te doen, ja. Volgens mij heeft iedereen die hier aan meewerkt ontzettend veel plezier erin. Ja, wij zijn in ieder geval heel erg enthousiast. Ik kreeg heel veel reacties, ook op thuisfront, zeg maar, aan de Hoofdweg.
de crew. Heel veel leuke reacties. Dus zeg, een en al af eigenlijk over degene zoals het loopt. Echt mooi. Ja. Fijn. Dankjewel. De shoot zit er weer op en we gaan weer met z'n allen terug naar de fotostudio in Vromshoop van Niek Erens. En daar gaat het allemaal weer gebeuren, hè. Zoals jullie hebben kunnen zien moeten de meiden zich onder alle omstandigheden kunnen aanpassen. En ook de grillen en de wensen van Niek, dat is best wel eens moeilijk hoor. Chapeau meiden, jullie doen het allemaal hartstikke goed. Zoals gezegd, we gaan terug en dan gaat de jury, heeft weer een hele moeilijke taak. Maar zoals jullie weten wordt de internetstemming wordt gigantisch opgestemd. Dus die zal ook weer een hele belangrijke rol gaan spelen. We wachten het af. Gaan jullie mee naar de studio? Van de luchtsloot. Dat is ook zo. Vond het weer? Ja, zit er weer. Ja. Aan de ene kant had ik zoiets van wat donkerder weer, zoals net buiten, is ook best wel lachen. Ik vind het best wel een beetje aanlichten dat het een beetje heftig uitziet. Maar aan de andere kant was het zeker voor de vrachtwagen voor die trekker dat de plek was niet super perfect. Ik vond het heel leuk. Ja. Ik vond het echt leuk. Ja, mooie kleur. Ja, kleur allemaal mooi, haartjes allemaal mooi. Zo, echt allemaal wel. Dus ja. Ja, en nu? En nu? Oh, wat is nou het verschil? Ja, hebben we daar nog verschil tussen? 3-4 vrachtwagens, 3 trekkers? Ja. 4 trekkers en 3. Ja, maakt eigenlijk ook aan niks uit, hè? Het is allemaal een beetje pas van mooi in elkaar. Dat is wel echt mooi combinatie. Heeft dan iemand intelligente opmerking? Of, alleen maar voor op bij ons, alleen maar. Ik vond het trouwens dat Koninginnedag toestand vond ik ook. Super. Oh, stuur, ja, hè? Leuk, ja. Nee, super goed. Dat is echt niet normaal. Echt in de stromende regen. Ja. Jongen. En ja, rennen en doen. Ja. Ja. We hebben er hard voor gestreden. En blauwe ja. plek. 13e plaats, helaas, ja. van de 14e. Maar goed. Wie? Ja, wie? Goed. Die mag door. Twijfel. Wel niet. Ik denk dat ik nu het moment voel aankomen dat Gerald uit beeld verdwijnt. Zeven modellen staan hier voor ons in deze weer super spannende eliminatieronde. De jury heeft gewikt en gewogen. De internetstemmer op Westerhaar Digitaal weer massaal gestemd. Maar, meiden, de jury vond ook dat jullie toch meer met de tips die jullie hebben gehad tijdens de workshop moeten doen. Dus het was een hele, hele moeilijke beslissing. Jullie kennen het, ik heb hier foto's in mijn hand,
als ik je naam noem, kom je naar voren en ben je door naar de volgende ronde. Janieke. Antoinette. Zien. Nikki. Kim van der Vlist. Lisanne en Kim. Er staan nog 2 mijlen. En dat is niet voor niks. Kim, probeer te poseren. Uit jezelf. Lisanne, een mooi plaatje is het niet alleen. Je moet ook het gezicht van Westerhaar uitstralen. En daarom heeft de jury besloten om jullie beiden nog een kans te geven. Dus jullie gaan allebei door. Je maakt wel spannend hoor. Ja, hè? Wat is dat? Nou, gefeliciteerd allemaal. Maar neem de tips ter harte, ook van de jury hoor. Zeker, ook gezien jullie inzet wat ik gezien heb bij Koninginnedag ook, vond ik echt helemaal fantastisch, dat meen ik echt. En aangezien jullie een dag van tevoren gebeld worden om naar Marcus te gaan voor die cursus, wel gewoon allemaal doen. Dat is aan de andere kant weer de prijs, jullie. Is echt helemaal fantastisch. Wij organiseren het Drakenboordfestival hier in Vlonshoofd. Dan gaan jullie een bootje varen. Maar die mensen hebben mij gevraagd om de officiële huisstijl foto te maken voor het Drakenboordfestival. Maar gewoon dat ik echt enorme expressie heb dat aan die billboards, dat net lijkt op die boord helemaal dwars door die billboard in gaat. Dus dat is het cadeautje. Degene die het in de eerstkomende 2 fotoshoots het beste doet, naar mijn inzien, qua plezieren. En dat zie ik niet alleen, dat ziet jullie omgeving ook pas dan zeker. Die mag 28 mei tijdens Westerhaar Ballooning mee de ballon in. En daar ballonvaart en een inclusief live verslag doen van wat je meemaakt en wat je ziet.